Hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Wil jij nou de baas zijn van jouw metaaldetector? Blijf dan kijken. Zijn jullie het ook zo zat dat jullie niet exact weten wat jullie nou aan het doen zijn? Je hebt een metaaldetector gekocht, je begint met de hobby en er zitten zoveel knopjes op. 3 instellingen die je hoeft te onthouden om vervolgens met elke metaaldetector goed te kunnen zoeken. 3. Instelling 1. Discriminatie. Deze wil je niet hebben. En alle tijd die je in spijkertjes steekt, vind je geen muntjes en andere dingen. Verloren tijd. Instelling nummer 2. Sensitivity. Sommige mensen zeggen, sensitivity, hoe hoger hoe dieper. En jij gaat dus automatisch altijd je sensitivity te hoog zetten. Onthoud goed, sensitivity is de gevoeligheid. Maar de gevoeligheid is niet altijd hoog, goed, laag, slecht. Als je met een auto door een straat heen rijdt, ga je geen 100 rijden. Maar als je met een auto op een snelweg rijdt, ga je geen 30 rijden. Instelling 3, grondbalans. Heel veel beginners metaaldetectors hebben geen grondbalans. Die doen dat automatisch. Perfect zou ik zeggen. De grond gaat door het zeefje heen en alles komt er weer uit. Behalve de kleine minuscule dingen die ook reageren op jouw metaaldetector. Die houdt hij vast. Hoe beter jouw grondbalans staat, hoe mooier jouw grond gezeefd wordt en hoe schoner de signalen van jouw metaaldetector zijn. Zijn die 3 instellingen dan toepasbaar op alle metaaldetectors? Absoluut. Het maakt niet uit of je een Garrett hebt. Het maakt niet uit of je een Technetics hebt. Of dat je misschien een Quest hebt. Die 3 instellingen zijn de basis van het zoeken. Als jij ervoor zorgt dat die 3 instellingen gebalanceerd goed staan, maakt het niet uit welke metaaldetector je hebt of waar je op zoekt. Zelfs het zoekprogramma, het aantal geluiden, de vorm van de VDI, het ijzer doorlaten, het maakt niet uit. Als die 3 goed staan, kan jij met elke metaaldetector zoeken. Om een klein beetje te demonstreren dat het altijd en overal toepasbaar is, heb ik nu eventjes een metaaldetector gepakt waarbij ik het duidelijk kan laten zien. Er ligt hier heel veel sneeuw, maar de straat is hier opgebroken, er ligt alleen maar zand onder. Maar we zitten in een nieuwbouwwijk. En een nieuwbouwwijk zorgt altijd voor gekke geluidjes. Wat ik doe, is ik zet de metaaldetector aan en ik heb hier een spijker neergelegd en ik heb hier een heel klein zilver dubbeltje neergelegd. En nou zie je dus dat die metaaldetector een beetje gek doet. Hij doet wel van alles, maar hij doet een beetje gek. Zie je dat? Dus wat gaan we als eerste instellen? We gaan als eerste de disc level instellen. Kijk, nu is het spijkertje weg. Nu is het spijkertje er nog. Dus ik doe elke keer een stapje erbij. Nu is die bijna weg. Nu is die zo goed als weg. Dit vind ik voldoende. Nu zie je al dat de detector al ietsje stiller is geworden. Wat gaan we nog meer doen? De sensitivity. De sensitivity zetten we zo hoog mogelijk. De sensitivity staat nu op 90 en we gaan steeds verder naar beneden. Hij staat nu op 83 en nu is hij redelijk stil. En dan hebben we de grondbalans. Merkte je dat tijdens de grondbalans de metaaldetector van een harde toon naar een steeds zachtere toon ging? Dat betekent dat hij steeds beter afgebalanceerd is. Het ijzertje is bijna weg. Maar het zilveren dubbeltje blijft nog liggen. Exact hetzelfde kunnen we doen bijvoorbeeld met een Quest. Hij maakt een beetje knerpend geluid. Hij is helemaal niet zo lekker in zijn vel. Wat ga je als eerste doen? Nou, bij Quest is een standaard grondbalans van 90 altijd te adviseren. Dus hier hoeven we aan de grondbalans niet zo heel veel te doen. Maar wat we wel kunnen doen is bijvoorbeeld
dat ijzertje een beetje weghalen. Het ijzertje tot 5 weghalen. Nou, dat wordt 6. Zo goed als weg. Het kleine zilvertje is er nog. En dan gaan we nog wat doen. Dan gaan we met de sensitivity nog wat doen. De sensitivity staat nu op 95. En dat maakt hem redelijk onrustig. Dus wat we doen is, ik maak een kleine zwaaiende beweging. En ik ga elke keer een stapje naar beneden. Ondertussen komt de poes nog even voorbij. Hé poes, ik zag je bijna niet, man, in de sneeuw. Nou is die redelijk stil. 81 staat de sensitivity. Dus ik heb nu de disc, heb ik 3 blokjes aan. De sensitivity heb ik teruggebracht naar 81. Rustige zwaai met een duidelijke uitkomst. Nu hoor ik natuurlijk iedereen zeggen, ja, dat is wel leuk, maar een zilver muntje is heel wat anders dan goud. Nou, ik heb hier 1 gram goud liggen. 1 gram goud. Geen enkel probleem. Spijkertje is weg. En het zilvertje is er nog. En als je een carrot hebt, kan je datzelfde trucje ook uithalen. Het spijkertje, het zilvertje en het goudje. Het is dus eigenlijk heel simpel. 3 instellingen die je hoeft te onthouden. 1. De discriminatie. Hoe hoog wil je hem hebben? Wil je alles horen of wil je het ijzertje niet horen? Wil je het ijzertje niet horen, pak je gewoon zelf een stukje ijzer. Je pakt een spijkertje of een verroest draadstaaltje. Je gaat er overheen en je bouwt je discriminatie op net zolang totdat je hem niet hoort of net aan hoort. 2. Sensitivity. Je gaat helemaal naar boven tot de bovenste sensitivity level. 99 is dat vaak. En je luistert goed. Je loopt een stukje en je luistert goed. Je gaat steeds een stapje naar beneden, net zolang totdat hij stil genoeg is naar jouw mening. Dat verschilt een beetje per persoon, maar stil genoeg naar jouw mening. Voor mij mag hij best een heel klein beetje geluid maken. En als derde, maar zeker niet de onbelangrijkste, is de grondbalans. Grondbalans goed uitoefenen zorgt ervoor dat alle mineralisatie, alle interference die er in de grond zitten, uitgefilterd worden en een standaard waarde geven aan jouw metaaldetector. En daar heb je dus al geen last meer van. Daarmee kan die dus ook alle energie die die heeft in de goede vondsten of in de goede targets stoppen. Grondbalans, sensitivity, discriminatie. 3 basisregels. Als je die 3 goed hebt staan, kan je dat in park doen. In field modus, in gold modus, in beach modus, in 3-toon, in 5-toon. Het maakt allemaal niks uit. Als je die 3 begrijpt, kan je in alles zoeken. Kan je alle metaaldetectors pakken, kan je alle metaaldetectors instellen. Dat zijn de 3 belangrijkste instellingen. Zorg dat je die goed hebt. Twijfel je nou, ga niet rondvragen, pak je metaaldetector, pak een muntje, pak een verroestige spijker, pak een stukje goud, pak iets anders. Leg het op een rijtje, luister, hoor, kijk, voel, zet de disc aan. Wat gebeurt er als ik die spijker weg heb gehaald, pak ik dan de rest nog wel? Als je daar twijfels over hebt, is de makkelijkste manier om dat rechtstreeks op de grond neer te leggen en zelf uit te testen. Komt de poes weer aan. Ga weg, joh. Probeer het zelf voor jezelf uit te zoeken. Probeer zelf uit. Echt, dat is de beste manier. Zet die sensitivity eens extra hoog. Zet hem eens extra laag. Zet de discriminatie eens wat hoger. Zet hem eens wat lager. Probeer eens met je grondbalans. Probeer met je grondbalans eens wat positief of wat negatief in te zetten. Kijken wat daarmee gebeurt. En langzamerhand, spelenderwijs, begin jij steeds meer je metaaldetector te kennen. Maar dat zijn echt de 3 regels die je zelf uit moet vogelen. Pas als je die zelf begrijpt
en weet wat er gebeurt als je het plus- of min-knopje indrukt, weet je ook wanneer je het moet doen en weet je ook wat er gaat gebeuren. En dan kan je dat heel erg in jouw voordeel gaan gebruiken. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.